Het kind dient volgens het kinderrechtenverdrag centraal te staan bij beleidsvormingsprocessen. Daarom wordt dit moment aangegrepen om de gezamenlijke inzet voor de bescherming van kinderrechten te versterken en om ervoor te zorgen dat elk kind gehoord kan worden en recht kan zoeken. Op 20 november viert de wereld de 35e verjaardag van het verdrag inzake de rechten van het kind, waarbij Suriname sinds 1993 partij is. Dit jaar staat de herdenking in het teken van kinderrechten en toegang tot justitie, waarmee het belang van kinderrechten voor de toekomst van alle kinderen wordt benadrukt. UNICEF-vertegenwoordiger van Guyana en Suriname zegt, terugblikkend, dat in veel landen jongeren helaas van hun basisrechten worden beroofd. Suriname's promising economic future presents a major opportunity to transform the lives of thousands of children. I urge all stakeholders involved in shaping the coming years to seize this unique opportunity to place children at the center, transforming their lives and setting an example of how a nation can achieve consensus and implement comprehensive laws, policies, programs, and deliver services that ensure that no child is left behind. The children of Suriname deserve nothing less. Excellency, Mr. President, Excellencies, distinguished guests, UNICEF stands ready. We are more than ever committed to supporting Suriname to fulfill the pledge we all made 35 years ago to protect and uphold the rights of every child. Let us therefore stand in support of remarkable children like Elijah, like all the children who are here with us today, courageously speaking out, speaking up, and calling our attention to shape their future. Ondanks de geboekte vooruitgang, blijven er uitdagingen bestaan, vooral op het gebied van rechtstoegang voor kinderen. President Chandrika Persat Santokhi zegt dat dit moment wordt aangegrepen om de gezamenlijke inzet voor de bescherming van kinderrechten te versterken en om ervoor te zorgen dat elk kind gehoord kan worden en recht kan zoeken. Het is bijzonder belangrijk dat jullie toegang hebben tot het rechtssysteem. Het is niet makkelijk. Ons rechtssysteem is een goed systeem. Maar het moet ook toegankelijk gemaakt worden voor ieder. En daarom zie je de rechterlijke macht ook besluiten nemen. Dat nu rechtszittingen ook plaatsvinden in de districten. Nikeri, Marwijnen, Brokopondo. Het is goed dat in de eigen leefgemeenschap rechtspraak gehouden wordt. Dat bevordert de toegang. Maar ook bij behandeling van zaken, familierechtelijke zaken, dat kinderen gehoord worden. Dat bij politie kinderen verhoord kunnen worden in een vertrouwelijke omgeving. Niet dat je daar zit met een strenge politie, maar een politievrouw. De omgeving moet vertrouwen uitstrekken, de omgeving moet je een goed gevoel geven. Dat is ook access to justice, dat je de juiste informatie kan geven in de juiste omgeving, met de juiste personen. Heel belangrijk. Voor de toekomst zal de UNICEF samen met haar partners blijven werken aan de rechten van het kind via verschillende projecten.